Hartelijk welkom bij Studio Feyenoord. Het is de vrijdag voor Feyenoord-Sparta die aanstaande zondag in de Kuip wordt gespeeld. Maar het is ook de week waarin de deadline voor transfers afliep. En dus praten wij met de technisch directeur van Feyenoord, Frank Arnesen. Wij zeggen als Rotterdammers Frank Arnesen. Ja. Maar je zegt Arnesen of niet? Arnesen, ja. Frank Arnesen. Om dan gelijk die ene vraag maar te stellen. Hoe noemen jullie nieuwe Scandinavische flankspeler? Velemark of niet? Nee, Wolemark. Wolemark. Maar ja, dit is Deens, hè. Omdat het is een W. Ja. En dat is een A met een bolletje boven. En okay. Dat is geen A, dat wordt dan een O. Wolemark. Wolemark. Oké, gaan we het zo proberen te duiden, Frank. Goed dat je er bent. Het was een drukke transfer window. Wat is het belangrijkste doel in de winter eigenlijk? Om je elftal, omdat het in de winter is, per se op korte termijn te versterken. Is dat jouw doel in die winter, stop? Ja, we zijn natuurlijk al een jaar bezig met veranderen en verbeteren. Wat wij denken dat het beter is, uiteraard. Mm-hmm. Daar kom je dan, iedere keer kom je een stapje sterker diektapijn wat wij eigenlijk willen. Mm-hmm. Met de Ane, ik en daar ga ik dan samen met de scouts, dan gaan we kijken welke opties hebben wij. En ik heb al laatst vorig jaar ook gezegd, nou, ik ben niet zo'n voorstander van de winter het gaan van maken. Omdat het is al vaak spelers die die een of andere voor een of andere reden niet kan hebben gespeeld, geblesseerd geweest of wat dan ook. Maar wat we deze window, wat we wel gedaan hebben, hebben we ook van de toekomst gekeken. En dat is natuurlijk heel anders. En we hebben geen speler alleen van half seizoen. We hebben allemaal van anderhalf seizoen, oftewel vastgelegd. En we hebben een beetje een mix van ervaring. Hendricks en Philip. Philip Sandel. Mm-hmm. En dan natuurlijk jonge jongens voor de toekomst. Ja, ja. Dus dat is. Maar doe je het wel in de winterstop om je elftal per direct sterker te maken en beter te kunnen presteren nog? Ja, we zijn eigenlijk de seizoen begonnen met een selectie die eigenlijk heel krap was. En dat is in sommige plaatsen of posities goed. Maar andere posities waren we wel een beetje, dat konden we wel die versterking gebruiken. Dus dat was eigenlijk versterking voor de selectie. En daar gaat het natuurlijk om dat je concurrentie hebt. En dan is de coach uiteindelijk op een gegeven moment te zeggen, die speelt en die speelt niet. En daar komt nu in het tweede gedeelte, komt er waarschijnlijk ook schorsingen bij. Maar we hebben eigenlijk geluk en natuurlijk ook kunde gehad. Om de eerste helft van het seizoen hebben we heel weinig blessures gehad. Ja. En dat is onze voordeel geweest. Maar nu hebben we dus een basis gelegd, ook voor de komende jaren, om een selectie nu te hebben die veel robuuster is, veel sterker. En dus veel meer mogelijkheden van Arne en zijn staf om spelers op te stellen. En dat het niet te kosten gaat van kwaliteit. Ja. Is alles wat je wilde gelukt in deze window? Nou, het gelukt, dat is natuurlijk een grote vraag. Wij gingen eigenlijk van Veerman in beginsel. En dat blijkt dat het budgetair was het over ons hoofd. Dat was niet te doen. En uiteindelijk ben ik heel tevreden. Want we zijn eigenlijk geswitst. Dan hebben we natuurlijk met Basur hebben wij onderhandeld. Mm-hmm. En zitten. Op een gegeven moment aan ik gezeten. Hebben we ook gezegd, wat is nou de beste wat we nu kan doen? Na Veerman hebben we gezegd, we hebben geswitst naar een andere positie. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk Wolemark, hadden wij lang op de lijst gestaan. En zeg, zullen we dat misschien niet doen? Is dat niet beter voor de toekomst? Iemand die ook een beter verschillende posities kan spelen. Uiteraard rechtsbuiten, maar zeker ook op 10 kan spelen. En dat we iemand hebben die dus weliswaar misschien niet gelijk daar staan. Maar dat hij wel voor de toekomst veel belangrijker zou kunnen zijn voor Feyenoord. Daar hebben we dan voor gekozen. Dus dat is even in Swiss in positie. Ja, want mensen riepen ook, hoe kun je nu van Veerman naar Basur naar Hendricks gaan? Maar Arne Slot legt al uit, het gaat ook om een andere positie. Hij heeft totaal andere. Maar wel qua geld, daar moesten we investeren. Maar bij lange na niet zoveel als bij Veerman. En dat kunnen we wel doen. En daarom hebben wij dat voor gekozen. En daar zijn we toch wel op zoek gegaan naar een 6. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben we Jorrit Hendricks gevonden. En dat is natuurlijk iemand die hij weet wat het is. Hij is kampioen geweest. Heeft Champions League wedstrijden gespeeld op hoogste niveau. En daar kwamen we heel goed uit. En daar zijn we heel blij mee. Anderhalf jaar. Dus we hebben eigenlijk allebei posities hebben we toch goed gedekt. Is Hendricks een buitenkantje geweest? En Wolemark het gevolg van gewoon beleid en spelen tijdenlang volgen al? Je kan wel zeggen dat Wolemark dit is eigenlijk in
scoutingsproces geweest. Mm-hmm. En waar Hendricks op een gegeven moment, waar we dus geen Veerman had. Dan zeggen we willen eigenlijk graag een 6 hebben. We hadden met Bazour gezeten. En dan komt Hendricks mm-hmm. opeens dat hij eigenlijk graag weg zou willen van Spartak Moskou. We kennen Spartak. Ik heb natuurlijk met Spartak in de zomer al onderhandeld. Met onder andere met Til. En daardoor is hij gekomen. Wij waren aan het zoeken, uiteraard. Maar weer, daar hadden wij onze beperkingen qua financieel. Ja. Nou, en dat hier, daar komt er natuurlijk geweldig uit. Dat we deze speler met zoveel ervaring kunnen binnenhalen. En hij is ook maar 26. We hebben een optie tot koop ook. Ja, van de week hou je ook nog Philip Sandler, hè? Centrale verdediger die we kennen van Zwolle in Nederland. Toen een beetje in de vergetelheid geraakt, veel geblesseerd geweest. Verwacht je dat hij op korte termijn al kan spelen? Nee. Iets kan toevoegen? Nee, hij is ik kende van mijn tijd Anderlecht. We haalden hem in de zomer. Toen ik daar drie maanden was ik meteen, maar daar speelde hij 9 wedstrijden achter elkaar. Maar hij heeft een beetje, kijk, als je zijn blessures bekijkt, heeft hij ook heel veel pech gehad. Mm-hmm. Dat is niet zo dat hij, is hij nou blessure gevoelig? Ik denk dat hij gewoon pech gehad heeft. Nou ja, ik kan er zelf mee over praten. En hij heeft eindelijk er zelf meegemaakt in doodgewone meniscus. Mm-hmm. En dat is dan verkeerd verlopen. Nou, normaal duurde 2 maanden, 2,5 maanden, dan speel je weer na zo'n meniscusoperatie. Maar bij hem duurde 9 maanden, voor mij duurde het 15 maanden. En dat is iets wat er kan gebeuren in jouw carrière. Nou, en daardoor kwam die druk en opeens dan krijg je weer een blessure. Ook in een wedstrijdssituatie. Mm-hmm. Dat kan gebeuren. Ja. Maar nu, en ja, als hij die traject niet gehad hebben, hebben we hem ook nooit kunnen halen. Omdat dat speelde mm-hmm. waarschijnlijk Basidi. Omdat Pep Guardiola is en was gek met hem. Dus daardoor was dat ook gezegd, oké, wat we met hem gaan doen, dat is, we hebben in half jaar waar hij kan zien en wij kan zien, kan je nou dat aan en hoe gaat het? Maar zeker in de eerste periode hier moeten we helemaal niks verwachten. Willen we ook niet. We moeten hem rustig opbouwen. En we zijn gisteren mee begonnen. Trainde een stukje mee. En dan weer de laatste stuk gaat hij specifieke training doen. En dat doen we dan een tijd lang. En dat ligt natuurlijk helemaal in de handen van onze performance staff en die medische staff. Ja. Is de constructie, Frank, dat City hem mag terugkopen als hij goed presteert, is dat een gebruikelijke constructie in jouw vak? Jawel. Dat is absoluut niet. Zeker voor de grote clubs is dat niet abnormaal. Dat is zo. Dat is natuurlijk voor vrij veel geld. Dan over Cole Bassett. Arne Slot, ik zei het al, die was hier vorige week. Die zei van, ja, wij kunnen wel zeggen, die is er voor de lange termijn. Maar het is een Amerikaan. En die wil het liefst nu in die basis. Ja, maar dat is geweldig. Is dat reëel of niet? Nou, dat weet ik niet. Dat moet hij moet het laten zien op trainingsveld. Maar één ding is zeker. Hij laat niks achter. Iedere dag op training. Mm-hmm. Waar je kan zeggen, nou, je had misschien 0,5% meer kunnen doen. Nee, integendeel. Hij is iedere dag iets mee bezig. En als je dat doet, als je zo'n instelling hebt, dan wordt het gewoon beter. En zeker onder die trainingsintensiteit en de manier van trainen, meer van voetballen zoals Arne en de staf dat doet. Dat worden onze spelers gewoon beter. Ja. En heeft zijn eerste interland gespeeld. Hè? Dus dat is niet zomaar in spelen. En het is een jonge talent, maar die moeten we ook tijd gunnen. Net als we Wolen maken, moeten we tijd gunnen. Ja. Omdat er zijn spelers die jong zijn en nog nooit op dat niveau gespeeld hebben als wij eisen. Je begint over de manier van werken van Arne Slot. Hè? Ik dacht in de voorbereiding op dit gesprek, is dat niet Arne zijn beste zet geweest eigenlijk tot nu toe om die slot te halen? Ja, dat heb ik ook gezegd. Maar ja, goed. Zijn we er heel erg blij mee. Arne is natuurlijk hij is een moderne coach, innovatief, heeft een hele goede staf ook om zich heen. Maar hij zelf is natuurlijk een vrij jonge trainer. En hij is heel zelfverzekerd. Mm-hmm. En ik vind dat hij het uitstekend doet bij ons. Je hebt het kunnen zien. We zijn overgegaan in een andere speelstijl. En dat kost hem altijd veel tijd. Mm-hmm. Maar dat heeft hij en zijn staf hebben ze natuurlijk eindelijk van dag 1 hebben ze dat gezegd. Dat is de manier waar we spelen. We willen pressing maken, de bal zo snel mogelijk veroveren en dan gaan we in de aanval. En eindelijk die wedstrijd dat we speelden, waar we bijna verloren in de Robben Cup, mm-hmm. thuis, waar we 2-8 stonden naar 3-2, dat was eindelijk de punt mm-hmm. waar we zeiden, ja, nu zijn we doorheen en daar vandaan ging het alleen maar. En dan waren we maar 2 of 3 weken bezig en dan waren die spelers dan ook niet eens. Nee.
Nee. Dat is pas later gekomen. Dus eindelijk is het ontzettend knap wat hij gedaan heeft de eerste half jaar. Ja, nu heb je als speler heb je heel veel trainers meegemaakt. In je rol als technisch directeur heb je wereldwijd heel veel trainers meegemaakt. Hoe zie je hem? Is hij iemand die de internationale top kan bereiken? Of is dat te optimistisch? Nee, dat vind ik niet. Ik vind wel wat hij heeft laten zien in AZ, in Cambuur AZ en dan bij ons. Dat denk ik wel, dat hij zijn potentie is, die gewone toptrainer, absoluut. En niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Maar ik denk wel dat hij een jaar of drie nodig heeft. Ja. Dat hij bij ons moet blijven. Ja, die knipoog gaan we een paar keer laten zien aan die Arne Vriend. Precies. Was er concreet interesse voor basisspelers van Feyenoord in deze window? Er zijn heel veel geruchten en natuurlijk is het, er komt steeds meer. En waarom komt er steeds meer belangstelling? Dat komt doordat wij beter voetbal, we winnen wedstrijden en niet onbelangrijk dat we veel meer spelers in de nationale teams krijgen. Vorig jaar waren 1 of 2 en nu zijn we op 9, of nu met Cole daarbij is het 10. Dus wat dat betreft is er natuurlijk grote clubs. Waar dan ook in de wereld, die kijkt naar die grote wedstrijden. Dus dat is wanneer Feyenoord tegen PSV, tegen Ajax, tegen AZ en zo. Dan gaan ze kijken, Vitesse en zo. Dan gaan ze kijken, hoe staan die spelers? En Europees voetbal is nog belangrijker. Hoe zijn die spelers in die wedstrijden? En dan gaan ze de Interland. Dus dat is allemaal, en als je dat ziet, dan zie je, dan voel je gelijk, nou, hoe gaat het met hem? Wat is dat? Oké, met belangstelling hier links en rechts. Dus er zijn heel veel over gesproken. En gelukkig, er zijn ook wel belangstellingen geweest van enkele van onze spelers. Maar niet zodoende dat ik concreet iets wat waar wij aan dachten dat we door zouden gaan. En die clubs ook niet echt. Maar nu komt het natuurlijk. Nu is dat komende half jaar. Dat is heel erg belangrijk. En als we zo doorgaan als nu, dan komt het, wel belangstelling voor onze spelers. Ik ben blij dat wij deze groep hebben samen kunnen houden. Mm-hmm. We staan nu derde. En dat is een positie die ik graag zie, dat wij die verdedigen. In ieder geval, dus onze doelstelling is Europees voetbal. Hebben we van begin af. En die is onveranderd. Maar nu staan we op derde plek. Ik denk dat we een hele goede selectie hebben. En die willen we heel graag tenminste verdedigen. We praten straks verder met de technisch directeur van Feyenoord. Onder meer over zijn eigen contract, over Feyenoord Sparta en veel meer. Tot zo. Welkom terug bij Studio Feyenoord, waar we verder praten met de technisch directeur van Feyenoord, Frank Arnessen. Frank, je had het over spelers in die interesse was. Het werd niet concreet in de afgelopen weken en maanden. Er worden dan telkens de namen van Senesi en Sinistera genoemd. Zijn het ook spelers die in jouw ogen op termijn, misschien wel binnen een half jaar, waarde moeten brengen voor Feyenoord, financiële waarde? Nou, zeker. Dat is iets, dat moeten we zeker verbeteren. We moeten verbeteren dat wij goede aankopen doen, maar dat we ook veel meer verkopen. Dus voor veel meer geld. Omdat die financiële situatie is, dat moeten wij gewoon. Dat is een must. Een vink van iedere club is. Dat is al jarenlang is dat anders dan in Eindhoven en Amsterdam. Hè? Ja, dat is al 40 jaar of zo. Dat is inderdaad ook zo. Maar kijk, eigenlijk is het logisch. Omdat als je ziet, zowel in Amsterdam als in PSV, zeker in de PSV, dan durfden ze wel spelers te kopen van veel geld. Mm-hmm. Als ik bijvoorbeeld in mijn tijd. Dan kochten we een 17-jarige speler van Brazilië, Ronaldo, voor $5 miljoen in die tijd. Dat was heel veel geld. Mm-hmm. Maar we durfden wel die risico aan bij PSV. We zijn internationaal speler bij Brazilië, eigenlijk het grootste nationale team van de wereld. Mm-hmm. 17 jaar, hij is daar. Nou, dan krijg je altijd de gelddruk. En zo was die gedachte bij PSV en het is zo altijd gebleven. Nou, hier hebben ze natuurlijk een schok gehad in 2019. Ja, ja, dat helemaal niet. En dankzij die vrienden van Feyenoord kon dat weer op gang komen. Maar daar hebben zij, denk ik, ook heel conservatief in Feyenoord gedaan. Ja, maar als je dat nu zo zegt, dan denk ik ook van de last van toen. Nee, ik weet het nog goed met Makai, Van Bronckhorst, de Claire, Hofland, Van Marwijk als trainer. Die mag niet voor altijd de club remmen in de vooruitgang natuurlijk. Nee. Toch? Nee, precies. Nee, dat is ook zo. Maar dat gaat natuurlijk om welke spelers ga je inkopen. En is daar stagegeld op? Hè? Mm-hmm. Dan moet je zeggen, kan je hem verkopen per geld, ja of nee? Daarna. En dat is die wisselwerking wat je hebt. Waar je zegt, oké, soms koop je een oude speler. Die hebben we nu nodig. Trauner bijvoorbeeld. Nou, dat is een heel goed voorbeeld. 29 jaar. Eerste keer dat die uit Oostenrijk gaan. Maar die hebben we nodig.
nou, uitstekend hele seizoen gaat. Ja. Maar we weten ook dat we geen geld voor hem krijgen. Maar anders, dan moet je zorgen voor dat je zelf opgeleide spelers krijgt. Dat is nummer één. Nou, daar hebben we natuurlijk toch vrij veel in vergelijking met andere clubs. Zelf in de basis hier. En dan spelers inkopen zoals we nu gedaan hebben. Met een Wollemaak, met een Cole Bassett en ook De Maan. Die natuurlijk op lange termijn is iets verder weg. Maar dat zijn die gasten die moet dan in de elftal komen. Zoals we nu ziet. Met Geertruiden, met Malassia, met Justin en met Ori. Die vier spelers die heel jong erin gekomen zijn en die wordt steeds beter. En dan hoop je natuurlijk altijd dat hij zo lang kan blijven, dat we ook iets kan winnen. En daar gaat het om. Dat we 1 of 2 jaar, deze spelers, kunnen we die even iets houden. Want tegen een goede transfer, daar kan geen nieuw stadion tegenop. Daar kan niks tegenop. Daar kun je gewoon simpelweg het meeste geld mee maken. Ja. Maar is dat nou inderdaad doorgaan met wat je nu aan het doen bent? Of is het ook gewoon meer risico nemen qua inkomende transfers? Nou, eerste instantie, ik vind wel dat, zeker als je ziet deze transferwindow, dat Feyenoord en de Raad van Commissarissen, die hebben zich echt goed opgesteld. Ze gelooft in het project waar we mee bezig zijn. En zeg nou, daarom hebben wij ook kunnen financieren dat we Wollemaak hebben kunnen halen. Anders was het niet mogelijk. Dus wat dat betreft vind ik wel dat het ook heel positieve tekens zijn binnen Feyenoord om die kant op te gaan. Daar gaat het inderdaad om dat je moet zorgen voor dat je spelers, jongspelers, opleiden of te veel kopen. En dan zorgen voor dat zij steeds beter worden. En dat we resultaten behaalt. En dan gaan we verkopen voor veel geld. En daar kan je weer heen investeren met dat geld. In weer nieuwe spelers. En zit dan. Zo, dat moet natuurlijk altijd zo zijn. Is dat dan vooral een lange termijn project? Dat is een lange termijn. Maar wat ik zeg, het is lange termijn. Maar het is ook korte termijn. En daarom zeg ik, je moet niet alleen maar jonge spelers. Daarom, zoals je zei met Towner. Towner haal je omdat we resultaten willen boeken. En hij moet er staan. Nou klaar, zo is dat, weet je. En dat hebben we gedaan. En we hebben bijvoorbeeld ook Guus Dil. Hij is natuurlijk 23 jaar, maar heeft ook veel meegemaakt. Die hebben we dan binnengehaald. Ja. En we weten dat we geen geld krijgen, omdat het is alleen een huur van een jaar. Maar we hebben hem nodig nu om resultaten te halen. Ja. En dat is iets waar wij op den duur, daar moeten wij weg van. Zo weinig mogelijk huurspelers halen. Ik ben hartstikke blij, en dat moet even duidelijk zijn, hartstikke blij dat we hebben kunnen doen in onze situatie. En ze doet het uitstekend. Maar als we praten over inderdaad, we moeten duur verkopen, ja, dat hebben wij natuurlijk meer spelers nodig die wij zelf eigenaar zijn. Je hebt ook een aantal spelers van onder 21 laten gaan, hè? Bannis, Antonucci, Baldé. Betekent dat de doelstelling ook anders is geworden voor dat elftal? Nee, wat het is, kijk, met die jongens, die zijn nog niet. Kijk, wij gaan natuurlijk ieder individueel bekijken. Dus gaan we zeggen, oké, deze speler, hoeveel kans heeft hij om te spelen? Waar past hij in? Antonucci bijvoorbeeld, nou, die hebben wij vorig jaar gekocht. En hij is eindelijk een 10. Deed uitstekend bij Volendam. Maar Anis is we hebben dus een andere wekking geslagen qua filosofie over voetbal. Ja. Nou, en dan heb je spelers nodig die veel kunnen lopen en intensiteit heel hoog. Nou, en hij is verschil. Je ziet het, je hebt Guus Dil en je hebt Franco Antonucci. Dat is twee totaal verschillende spelers. Maar dat wil niet zeggen dat Franco in slechte voetbal is, helemaal niet. Maar momenteel, daar moet hij dingen bijleggen om bij ons te komen. En dat proberen we nu. Nu gaan we weer druk naar Volendam. Kom even. En eventueel, als Volendam promoveert, dan kan hij nog een jaar op hoger niveau dan eerste divisie spelen. En dan kan hij eventueel druk komen bij ons. Nou, dat is ook met Banis hetzelfde. Hoeveel wedstrijden kan hij spelen? Wat gaan we doen? Hebben we ook zitten praten over wat is nou goed voor hem? Is het goed voor hem om hier te blijven? Omdat hij heeft heel veel geleerd. Ik vind dat hij heel veel vooruit gegaan is met zijn techniek, met zijn aanname en zitten. En dat is wat hij nodig had. Maar hij is ook maar 19 jaar nog. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen, nou, laten we hem nog een half jaar hier blijven. Of willen we hem eindelijk, kunnen we ons, kijk, want daar gaat het ook om. Kunnen we ons permitteren om hem wel te verhuren? Of hebben we hem wel nodig zelf? Misschien niet, maar misschien wel. Dat is altijd de overweging. Ja. En dan zeg je, nee, laat hem maar gaan. Dus daar hebben we met Arne ook goed over gesproken. En dan gaat hij naar NAC. En dan hoop ik dat hij heel goed presteert daar. Ik heb een van de belangrijkste vragen, Frank, voor het allerlaatst bewaard. Oh. Wat ga je zelf doen eigenlijk? Hoe is het met jouw contract?
Ja, nou, na deze gesprek, dan ga ik even lekker naar 19.08 en dan ga ik weer doorwerken. Nee, wat we hebben gedaan is, ik heb met de raadcommissaris afgesproken dat laten we nou wachten tot na de kerst, in januari en zo. Ja. Maar ik heb ook gezegd... Het is februari inmiddels, hè? Ja, daarom. Ja. Omdat ik heb ook gezegd, laten we nou nu niet doen, omdat we hebben zoveel dingen te doen. En terecht, omdat het is heel druk geweest, zeker die laatste week. Dus dat was prima. Dus dan gaan we de komende tijd. Dit is korte termijn, dan gaan we gewoon... Wat wil je zelf? Nou, ik voel me heel goed hier bij Feyenoord. En we zien wat er gebeurt. Jij wil blijven? ik voel me heel goed. Je gezicht zegt ja, dat is nee, mooi. Nee, ik voel me goed. Laten we even kijken wat er allemaal wordt. En dat is goed. Ik ga op social media al tikken zo. Arne is heel blij. je zegt het, je straalt het uit. Ik zeg dat, ik voel me goed. Ja. Ja. Heb je het gevoel dat Feyenoord met jou door wil? Dat moet je Feyenoord vragen. Maar je krijgt wel eens die bevestiging. Ja, ik heb wel een gevoel, maar dat is niet aan mij om te zeggen. Kijk, ik heb zoveel ervaring, ik heb bij zoveel clubs gezeten. Ja. Mogen zitten, maar ik zo uitdrukken. En dat vind ik achter die club, dat is niemand die schoot is de club. En nee. De club bepaalt wat er gebeurt. En daar moet je altijd bij neerleggen, ja. In ieder geval. Dat doe ik. Zo maar goed, even samenvatten. Jij wil blijven, dat straal je uit althans. Ik snap dat je dat niet hard gaat zeggen. Hè? En je krijgt ook het gevoel dat mensen om je heen je die bevestiging geven dat zij met jou door willen. Dat zeg jij, dat heb ik niet gezegd. Ik voel het, ik probeer een beetje op zoek naar nieuws. Ik vind het wel leuk, directeur. Ik vind het wel leuk. Nou, maar nu is het, ik zeg, nou, de komende tijd dan gaan we zitten. En dan zien we wel wat is schip strand. Ja, CDA-politiek is dit net, hè? Ja, ja, precies. Ik snap dat, dat moet in ieder geval af en toe. Dankjewel. Graag gedaan. En jullie bedankt voor het kijken. Feyenoord Sparta te volgen op de kanalen van Feyenoord op ESPN. Geniet ervan en ik wens jullie een prachtig weekend toe. Hi allemaal, Guus hier. Til jij onze abonnees en views naar een hoger niveau? Vergeet niet deze video te liken en te abonneren.